Ja, we zijn hier bij Herberg Molenkaten. En we zijn hier met alle medewerkers van RTV Hattem. En waarom doen we dat? Nou, omdat Edgar Rol, de eigenaar van Herberg Molenkaten en Herberg Nunspeten, ons heeft uitgenodigd. En dat vinden we geweldig. Edgar, waarom doe je dat eigenlijk? Ja, waarom zou ik het niet doen? Wat jullie doen is natuurlijk geweldig. Allemaal op vrijwillige basis. Met steun van mensen om jullie heen en vanuit de gemeente. Het is voor jullie natuurlijk ook moeilijk om echt helemaal commercieel te worden. En ja, de manier waarop alles wordt uitgelicht en mensen in de belangstelling worden gedaan. En waarop Hattem toch wel een extra uitstraling krijgt. Nou, dan denk ik wel dat wij als ondernemers, en in dit geval wij, daar een steentje bij kunnen dragen. En als het op deze manier kan, nou dan met heel veel plezier. Ja, als we dan hier op de achtergrond kijken en we komen hier aanrijden in het donker. En we zien die herberg Molenkaten zo verschrikkelijk mooi uitgelicht. We hebben het dus 2 jaar lang niet mogen meemaken. En het is voor iedereen, hè? De gasten zijn blij dat alles weer fijn is in de sfeer, dat het mag. Maar wat denk je van de medewerkers? Die hebben 2 jaar lang de herberg mogen versieren en kregen van tevoren te horen dat we toch niet open gingen. Dus iedereen is ook zo enthousiast dat het nu eindelijk weer mag. En je ziet het ook in de grotere winkels, je ziet het bij ons in de binnenstad. Iedereen is uitbundig. We zijn gewoon blij dat het allemaal weer mag. En dat is toch leuk om dat met z'n allen te mogen vieren. Je hebt het wel eens tegen mij gezegd. Ik denk dat ik een van de mooiste locaties heb wat betreft de horeca. Ja, dit is wel met het concept wat wij handhaven. Dit is echt een unieke locatie. En we hebben echt, ik vind Hattem echt de laatste 5 jaar enorm verrijkt met goede horeca. Maar dit is zeker voor dit soort dagen wel een uitgelegen locatie. Ja, ja. Is dat bij Nunspeten net zo? Want dat zit jullie ook in de bossen. Ja, het is exact hetzelfde eigenlijk. Ook net uit de luwte, maar wel weer vlakbij de snelweg. Ook weer veel ruimte voor kinderen en eigen parkeergelegenheid. Verschillende afdelingen. Dus ja, dat lijkt inderdaad wel heel veel op elkaar. En de trends qua reservering en dergelijke lopen ook vrijwel parallel. Ja. Ben je dan zelf ook druk met die feestdagen? Ben je dan zelf ook aanwezig? Ja, niet dat het nodig zou moeten zijn, want maar bij beide locaties hebben we echt een super geweldig team. Maar ik zou niet anders willen dan daarbij zijn. Dus zeker ben ik daar en ik pendel heen en weer tussen Nunspeten en Hattem. Maar ik zou dat, ik zou niet zonder kunnen en niet zonder willen. Nou, fijn dat het allemaal bij jou goed mag gaan. En ik denk ook in de andere horeca restaurants hier in Hattem. We zijn jou zeer dankbaar en blij dat we hier mogen komen. Met al onze medewerkers. Daar zijn we je zeer erkentelijk voor. En we willen je daar ook zeer hartelijk voor danken. En we hopen dat de samenwerking tussen in ieder geval Herberg Molenkaten en RTV Hattem nog vele jaar mag doorvloeien. Dat kan haast niet anders dan dat het zo gaat gebeuren. En ik ben trots op dat ik jullie gast hier mag zijn vanavond. Geweldig, Edgar. Dankjewel.